Dementie, wat is dat eigenlijk? Dementie is meer dan geheugenverlies. Het betekent ook niet meer kunnen denken, kiezen en zelfstandig handelen. Om deze aantasting van de hersenen te begrijpen, is kennis over ons brein nodig. Ons brein bestaat uit vier lagen. Deze beginnen zich te vullen vanaf de geboorte. De eerste laag wordt gevuld in het eerste levensjaar, laag 2 vult zich vanaf het tweede levensjaar. Daarna wordt laag 3 gevuld en als we 24 jaar zijn, is ons brein volgroeid. De vier hersenlagen zijn verdeeld in een onderbrein en een bovenbrein. Het bovenbrein is het rationele brein, waarmee we onder andere denken en kiezen. Het onderbrein is het emotionele brein, waaruit spontaan gedrag voortkomt. De vier lagen hebben elk hun eigen functie. In laag 1 sorteren we. Het brein plaatst alles wat we zien bij elkaar, alles wat we horen bij elkaar en alles wat we voelen bij elkaar. In de tweede hersenlaag ordenen we. We onderscheiden dichtbij en veraf, bewegend en stilstaand, licht en donker. De derde hersenlaag laat ons denken. Door de vierde hersenlaag zijn we in staat te kiezen. Alles wat we om ons heen zien, horen, voelen en ruiken zijn prikkels. Dynamische prikkels zijn geluiden, geuren en alles wat beweegt. Deze worden verwerkt in het emotionele onderbrein. Statische prikkels, alles wat stilstaat en geluidloos is, worden verwerkt in het bovenbrein. Van alle prikkels vormen we in hersenlaag 3 een beeld. Met ons geheugen geven we dit beeld een betekenis. Door beeld en betekenis te combineren ontstaat een situatie waarmee we een plan maken om te gaan handelen. Hoe we vervolgens handelen is ons gedrag. Een voorbeeld: je ruikt koffie en begrijpt dat moeder koffie zet, je denkt na of je koffie wilt gaan drinken en beslist om dat te gaan doen. Wat gebeurt er nu met de hersenen bij dementie? Het rationele bovenbrein wordt aangetast. Denken en kiezen worden steeds moeilijker, net als het verwerken van statische prikkels. Ook het geheugen gaat achteruit. Wat nieuw is onthouden we niet meer, en wat oud is vergeten we. Als het geheugen niet meer werkt, kunnen we aan beelden geen betekenis meer geven. Een situatie begrijpen om vervolgens tot gedrag te komen, wordt dan onmogelijk. Daarmee ontstaat afhankelijkheid van de ander. Omgaan met dementie begint met kennis over dementie. Bestel het boek. De Dag Door met Dementie via de website www.dedagdoormedementie.nl